De Milieu- en Gezondheidsdienst, MGD, en de bestuursdienst van New Nikeri hebben winkels gecontroleerd op voorbereid voedsel, zoals nasi, bami en producten uit Guyana zonder traceerbare herkomst. Voedsel dat niet aan de voorwaarden voldeed, is verwijderd. Verkopers zijn geïnstrueerd vergunningen aan te vragen en enkele kregen een vaste verkoopplek aangeboden. Ook verlopen producten zijn uit de schappen gehaald met een oproep aan huisverkopers om zich aan de regels te houden ter bescherming van consumenten. Een groep van 21 militairen van de militaire kapel van het Nationaal Leger reisde van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september 2024 naar Frans-Guyana voor de herdenking van Bazeiedag. Tijdens deze plechtige ceremonie verzorgde de militaire kapel de muzikale omlijsting en nam zij deel aan de festiviteiten ter ere van deze belangrijke Franse nationale feestdag. Hun deelname droeg bij aan versterking van de banden tussen beide landen en vormde een eerbetoon aan onze gezamenlijke geschiedenis en tradities. Een vrachtwagen met cement en vermoedelijk chemische stoffen belandde op 26 augustus 2024 in het water bij Guyaba Campo, Afubaka Brokopondo. De chauffeur WN kon ontsnappen en haalde de vrachtwagen op 7 september uit het water. Medewerkers SB en WA melden dode vissen en vermoedelijke chemische stoffen in de lading. Een zak met mogelijk chemische stoffen werd aan de politie overgedragen voor verder onderzoek. De zaak wordt nu door de Economische Controle Unit onderzocht.